Zo, dan gaat deze hierin. Ja, die hoogte. Oh!
Invallend keeper, ja, Wesley geblesseerd, last van zijn lies. Ja, vorige week al mogen invallen en deze week mocht ik starten. Dus leuk. Vorige week een beetje ongelukkige wedstrijd. Vorige week was erg ongelukkig. Was niet, je kan jezelf vrij weinig aan doen. Iedereen had een mindere week. Ja, en dan krijg je dat soort situaties. Ja, en dan krijg je er veel tegen. Ja, dus helaas is jammer. Maar vorige week, mijn invalbeurt is niet altijd ideaal. Al 90 minuten in de benen natuurlijk, dus dan... niet als excuus, maar dan sta je toch minder lekker. Dus, ja, dat klopt. Je had al een wedstrijd gespeeld. Ja. En ook als je dan al 10 minuten in komt, dan kan je ook niet heel lekker in die wedstrijd groeien. Is altijd erg wennen natuurlijk weer. Heel ander niveau ook natuurlijk, in vergelijking met onder 23, waar ik dan normaal in speel. Dus dan, het is wel toch wel een redelijk niveauverschil ook nog, qua vooral fysiek. Ja.
Nou, vandaag dan je eerste basisplaats? Eerste basisplaats, ja. Ja, voor het eerst. Maar nee, ik denk dat we vandaag ja, allebei het had beide kanten op kunnen vallen. Ik denk dat je zelf, dat je ziet als je dit niet afmaakt, dat ja, dan krijg je het toch heel moeilijk. Ook nog in zo'n slotfase. Dus ja, maar voor de rest goed het slot op de deur te houden en dan toch maar dat punt meenemen. Ik denk dat we er in deze fase blij mee mogen zijn. Ja, ja. Persoonlijk vond ik de wedstrijd al een beetje vlak hoor. Ja, was erg vlak. Ja. Nee, eigenlijk ook heel, niet heel veel kansen aan beide kanten niet echt. De wedstrijd werd vooral gespeeld op het middenveld. Ja, ja. En dan zie je toch dat het de kleine slordigheidjes zijn ja, waardoor je dan niet voor de goal komt. Ja. Nou, had je even voor tijd nog een moment dat je geel pakte? Ja, ja. Het kon bijna niet anders. Nee, ja, ik kwam er eigenlijk niet aan. Terugspeelbal vanaf de middenlijn. En ik zie een speler van RCL zie ik, rechts in mijn ooghoek zie ik komen. Ja, en ik kon er eigenlijk niks meer aan doen. Dus dan was het ja, een noodremmetje. Ja. Ja. Nou, beschrijf maar eens even die slotfase, want dat begon al met de schot op de lat. Ja, ja, schot op de lat. Ja, ik denk goede vrije trap van die gozer. Dus ja, in principe stonden we goed. Hij had er niet echt ingekund, maar die jongen had een goede trap. Dat zag je ook al bij die ballen die hij elke keer inbracht vanuit zijn positie. Dus ja, ik denk dat, ja, had je misschien zelf ook iets alerter op mogen zijn. Maar ja, ik denk toch dat we het wel goed oplossen. En dan vlak voor tijd nog die bal voorlangs. Ja. Ja. Toch wel ook een situatie waarin je zelf nog aan het pushen bent. Ja, die bal voorlangs en die jongen die stond nog bij die tweede paal. Ja, hè? Ja. Schrok er ook zelf. Die schrok zelf eigenlijk, die had dat ook niet verwacht. Dus nee, ja, je ziet dan toch in zo'n slotfase dat je dan nog wat wil. En dan ga je toch drukken en dan zie je toch dat iedereen een beetje uit zijn positie loopt. Je ziet ook dat Riley naar de spits wordt gebonjourd. Ja, dan heb je toch weer een mannetje achterin minder. Dan moet je Gino ervoor laten spelen en... uiteindelijk vind ik dat we het zelf nog redelijk oppakken. En dat we aan beide kanten eigenlijk ook nog wel, wij ook nog wel wat creëren. Maar ja, het mocht niet zo zijn vandaag. Nee. Tevreden gevoel kan je ook. Ja, nou, tevreden gevoel. Ik denk dat we in deze tijd natuurlijk een aantal wedstrijden achter elkaar verloren. Ik denk dat je toch blij mag zijn met de punten. En dat je hier niet weer met een verlies van het veld afstapt. Dat zou niet goed zijn voor de groep. Zo is het. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Jeffrey Freitas, trainer SVC 08. Ja, daar staan we dan na een reeks toch wel van... ongelukkige wedstrijden. Zeker. Verloren. Hoe kijk je hierop terug vandaag? Nou ja, goed. Ook wel teleurstellend natuurlijk. Er komen wel wat spelers terug. We hebben natuurlijk wel een vervelende begin gehad van het seizoen. Heel veel blessures gehad. Maar echt wel heel veel. Nou goed, dat heb je zelf kunnen zien. Hè, dat we wel de eerste 9 man missen. 8, 7. Toen weer een keer 8. Maar ook wel cruciale spelers. Dat is lekker dat het nu terugkomt. Het is alleen jammer dat je... denk ik de speler in vorm met Jordi, die er nu niet bij is. En ja, ja, dat merk je wel, hè, uiteindelijk in het veld. En, dus dan, ja goed, dan, het was wat onwennig hier en daar. Ja, ja, Jordi die pakte natuurlijk HVC een ongelukkige tweede gele kaart. Hè? De eerste was ook al een beetje... Nee, ja goed, ik vind die eerste helemaal nergens op slaan. Hè? Maar goed, daar heb ik het van tevoren met deze scheidsrechter nog even over gehad. Dat die flauwe gele kaarten uiteindelijk je wel de kop kunnen kosten. En dat zie je bij Jordi in dit geval wel. Ja, als aanvoerder mag je best zeggen, net fluit je aan deze kant wel. Of aan deze kant op die manier en nu zo. Ja, dan moet je wel kunnen vragen. Ik bedoel, anders heb je het ook geen nut meer om een aanvoerdersband te hebben. Dan kunnen we net zo goed zeggen, niemand mag meer praten. En dan moet je dat gaan inregelen. Maar in goed, je hebt ermee te maken en je krijgt het voor je kiezen. Maar goed, vandaag ga je toch weer opstellingen. Een beetje gewijzigd middenveld, hè? Ja. Nou ja, andere keuzes gemaakt ook. Hè. Kijken natuurlijk de beelden. En dan ga je ook wel kritisch kijken natuurlijk hoe en wat. Nou, daar hebben we wel wat aanpassingen aan gedaan. Hè. Riley in het centrum vandaag in plaats van Ronald. En uiteindelijk Jeff van der Meer ook weer voor het eerst erin. Waardoor er weer wat geschoven wordt met Koen naar een verdedigende middenveldpositie. Dus ja, het zijn wel overwogen keuzes geweest. Maar helaas niet goed genoeg uitgepakt. Hè. Dus... En op het end binnen knijpen nog een beetje. Ja, het is zonde. Hè? Je hebt 86 minuten, creëer jezelf ook te weinig. Maar je hebt dan nog wel een soort van controle, denk ik. En dat zeg ik, ja, goed, we hadden het er straks al even over. Een aannametje verkeerd bij Riley. Een beetje een besluiteloze actie. Dat kan te maken hebben met scherpte, maar het kan ook te maken hebben dat er niemand aan speelbaar is. Ja, en toen leidden we wel een beetje hachelijke minuutjes in. Want ja, het leek wel of we het even kwijt waren. Maar ja... Dat waren ook de enige wapenfeiten natuurlijk die ze ja, allemaal voor het laatst bewaren, zeg maar. Gevoelsmatig hebben we niet heel veel aan het punt.
Alleen ja, ik denk dat als je uiteindelijk de wedstrijd bekijkt, ook niet meer verdient. Dus ja, goed, daar kunnen we een hoop van vinden, maar daar zullen we het mee moeten doen. Bedankt. Alsjeblieft. Komt u weer.